De man, de politieke tegenstanders, de man marketing en in de optiek, wat ik heb gehoord, is dat de man slaat toe, no, omdat volgens de Nono NDP is op zijn zwakst. Dat is zo. Meneer, dat is zo. We lopen op, we zorgen de man en we tegen de man ba, dat ik me win you baka. Ik kan niet zijn wanneer de motor start in Paramaribo me win you, in Kamawene me win you, in Saramaka, Nikeri, Wanika, alla de presi, Tapafel me win you, in DNA me win you, alla si me win you, a biggie photo DC, in Nauma win you, in Aratim Tegito. We leerden wel les. We leerden wel les. Wat de actuele situatie rond het 8 december proces betreft, moet het volgende wel voor iedereen duidelijk zijn. In de rechtszaal kan de rechterlijke macht misschien de wet naast zich neerleggen, wat we hebben gezien, en doen wat zij wil. Buiten de rechtszaal geldt de wet. Wat dus betekent dat de amnestiewet even goed geldt, net als van alle trouwet ik gelde in Akondre, ook de amnestiewet ik gelde in Akondre. En Utaki dus, heeft de man Godoro naar een heel loze weg dizzy, wie zo'n uitspraak ook op een uiting als gevolg van Samitak na visie, die begrijpt dat elke uitspraak niet legitiem zal zijn en dus niet uit te voeren zal zijn. Dat na een standpunt, ze afvraagt zich NDP. Leg tactine in DNA. En uiteraard is de bal bij de uitvoerende macht wat zij zullen doen. Maar wij hebben al gezegd waar we staan. En we willen dat de samenleving weet dat die fractie, die 26 man en vrouw tellende fractie van de NDP, dat heeft gezegd. Punt. Achi sik sik badra isa u de no-no de. Woda me boer. Rarangasa. Hoe heb ik van jou mijn boer? Omdat wanneer de persoon van Bouterse faalt, ik heb het gezegd in die Nationale Assemblée, wanneer die persoon van Bouterse faalt, wanneer die president faalt, dan valt die partij waar ik mijn politieke scholing geniet, dan valt de NDP, dan valt dit land Suriname, maar ik kon er niet geboren en de partij is aan mij te doen en falen. Dit volk mag zich zorgen. Want als je aan mijn leider bent gekomen, kom je aan mij. En je komt aan mijn land. En je komt aan mijn volk. Ik ga besluiten met een waarschuwing te leven. Ik permitteer mij het recht. Alle instituten in dit land die het goed menen, ook de mensen van de rechterlijke macht, die een eed hebben gezworen op dit land, dat ze zichzelf goed bezinnen wat ze doen, omdat anarchie uitlokken is ook een strafbaarheid en wie moet hun berechten. Omdat je kan het beneden uitleggen, beneden kan zich misschien beheersen, maar een heleboel van mijn vrienden, dat was straat, die man beheerste. Dus de rechterlijke macht, kijk wat je doet. Omdat deze eis niet alleen onterecht is. Omdat Bouterse het misschien kan verwerken. Maar er zijn een heleboel mensen
dat niet kunnen? Je hebt tegen mij 20 jaar geëist. Kijk wat je doet. Weet wat je doet. En wees gewaarschuwd. Weet dat dit volk niet meer slaapt. Dit volk is klaar, wakker en niet meer dom. Dom in de zin van niet weten. President Bouter zegt, kameraad, mijn vriend, weet één ding. Wij, laat me beginnen met ik, Laurens Eduard Leden. En alle die hier zijn, ik denk dat ik namens hun mag spreken. Wij staan achter u als één man. Tot de boom. Wij zijn de regeringspartij. We hebben 27 zetels op democratische wijze gekozen door het volk. Als wij met onze grote verantwoordelijkheid over dit land en de toekomst zien dat men dit land wil brengen naar een burgeroorlog, zal de regering ingrijpen. Dank u. En ik wil daarbij deze de partijvoorzitter uitnodigen. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Maar ik vind dat het applaus waarmee jullie toch wel een grote ster die ik heb binnengebracht hebben onthaald, onvoldoende is. Ik wil mevrouw Mansaram laten staan. En Jozo is de Siki Sranam. En eerlijk gezegd, dat nieuws heeft ons allen verrast. Het is natuurlijk een wanhoopsdaad dat een rechter op een koude dag opstaat en zegt: de president krijgt 20 jaar. In het begin begreep ik het niet zo goed. Een eis, toch? Een eis. Maar weet je wat dat ding is? En we aantal slag moeten bij broeien. Eerlijk. Is dat ik mij daar aanleg voor broeien? Maar anders maar mijn broer serieus. Omdat we een briefje in de zand zouden taki. En wat jaar denk, misap taki, wat man en misakare neem, André taki tapu a plein, na gado potwija. If gado potwija, dan te wa rechter tak nee, die ik weet. Dat u en Brigitte rechter en taki. Ik vind hem een grappige rechter. We gaan het verder uitwerken en natuurlijk. Ja, ik mag iemand ook grappig vinden. 9 juli, dan zullen we even aan de wereld laten zien de kracht van deze organisatie en al zijn facetten in organiseren en mobiliteit en discipline zullen wij 9 om de bocht komen. Gelooft u me, laat u zich niet afschrikken door de rechterlijke macht. We gaan de rechterlijke macht hier niet bespreken. Het gaat wel in klein verband gebeuren. En we zullen de nodige regelingen treffen, uiteraard binnen het geheel staatsrechtelijk gebeuren. Wij zullen geen zaken doen, wij zullen geen zaken entameren waarop men ons kan verwijten dat wij de democratie schaden. Maak u zich geen zorgen. Wat ik vraag is dat u begrijpt dat zij ons vroegtijdig naar huis willen sturen of dat zij
het zodanig willen orchestreren dat op 2020 ze nog bezig zijn met deze zaak. I don't know. Maar er zal veel water door de Suriname rivier moeten stromen. Willen ze deze mammoetpartij van zijn stoel duwen. Dat kan ik u wel zeggen.